Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Boys en girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing. Ik zit weer op de plaats van de unboxing, dus we hebben weer al een unboxing. Ik heb iets besteld bij Pol.com gisteren. En het is een stuurwiel dat ik heb besteld voor Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport enzovoort te spelen. Dus het is wel een PS4 branded dingen. Maar het kan ook op de PS5, dus door middel van een software update. Ik heb dus, als ik het eruit krijg, geen allemaal de rest in beeld. Ik heb dus een Hori Wireless RWA Racing Wheel Apex gekocht. Die besteld bij Pol.com. We gaan het samen uitpakken. Eens zien wat we eruit gaan krijgen. De doos is dan doorgegaan. Dus we hebben veel te doen. Als eerste krijgen we hier instruction manual. Gaan we die doen. De zuignappen. Dat zijn er, ja, dat zijn zuignappen. Dan krijgen we hier nog. Dus dan krijgen we hier nog. Iets voor de dingen te bevestigen aan mijn bureau. Dan krijg je nog hetzelfde de pedalen, geloof ik wat dat is. Ja, de pedalen. Ja, ze zien er echt goed uit, de pedalen. Dan krijgen we een oplaadkabel voor de stuur op te laden. Dan krijgen we nog het stuur erbij. Denk ik, ja. En dat ga ik nog vandaag nog installeren op mijn dingen, op mijn setup. En ja. Dit is het stuur. En hij ziet hoe ik daar moet. Is er nog iets anders bij qua USB-dongen of zoiets? Nee, het zit er precies niet bij. Dus ja, wij gaan dit moeten. Ik ga dit eventjes moeten vaststellen aan mijn bureau en dan ben ik bij jullie terug. En zo heb ik het dus momenteel gemount. Het staat gewoon op zijn dingen. En ja, het is echt een tof stuurtje. Ik heb er al een race mee gereden en echt een tof stuurtje. Maar daar wil ik dus de video mee afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en ik zie jullie guys in een volgende video maar weer terug. Joe, bye bye.